Dat het vierkant draait bij Antwerpen is een eufemisme. Ook dit weekend opnieuw miserie, vooral voor Priske. Straks meer daarover. Eerst enkele primeurs om te beginnen achter de kazerne. Wijker en dat is het. Voor één keer de aandacht niet naar de doelpuntenmaker, maar wel naar Lucas Bijker. Zijn eerste assist in de kleuren van Mechelen. Na wel geteld 107 matchen. Ook aan de Gaverbeek een primeur. En daar is de divisie. Nee, niet Vossen. Het is de macht der gewoonte. Natuurlijk wel Chirani met zijn eerste goal voor SNV. En dan tot slot een voetballistieke ontmaakting voor Serijn. De Jupiler Pro League, de eerste derbyzege tegen Standaard. En daar is Bernier weg bij Noubi. Bernier moet dit afmaken. Dit wordt 0-1. Het is 0-1 voor Serijn. Met die overwinning van Serijn is Beerschot zeker van de degradatie. En bij de Roesjes een nieuwe eigenaar. Maar de problemen die blijven onveranderd. S'il y avait un fond à toucher cette saison, je pense qu'on l'a touché ce soir avec la performance. Sur tous les aspects. On a été dominé par Serijn. Standaard afgetroefd, idem dito voor Antwerp. De verliezer toch wel van het weekend. Bovenin tegen weliswaar Flux en Fris Anderlecht. Zirkzee gaat hem maken. Ja, ja. Anderlecht met 16 op 18 richting Champions Playoffs. Antwerp met 6 op 18. De druk op Priske neemt alleen maar toe. En dan vragen we ons af naar wie was dit telefoontje en vooral wat werd er verteld. Hallo, Mr. Klopp. I have here a clubje voor jou. Een offer. Je kent resist, hè? We hebben 3 wedstrijden nog. 9 punten te halen. Ook Dennis Oendaf moest vrijdag even de tel bijhouden met eerst een wereldgoal. Goeie voorzet en Oendaf ineens. Gewoon gedaan. Dennis Oendaf. En daarna achterin volgens een kattenpootje en een zelfverzekerde strafschop. The fans can go party now and drink a lot of beers. Van mooi naar lelijk. Lelijk winnen is ook winnen, zullen ze bij Club Brugge denken. Na de 1-3 bij Oostende, met dank aan KVO-doelman Scherpe. Scherp was het echter allerminst. Scherpe, bal ver van de voet. En daar gaat dat ook afgestraft worden. En daar is de derde goal van Club door de benen van Scherpe. Ik denk dat je maar kan zeggen, een van mijn slechtste avonden. Maar ja, dat is duidelijk. Hoef ik niet veel woorden aan vuil te maken. Denk ik. Het was gewoon niet goed vandaag. En ja, ik denk avond op snel te vergeten. Zo moet Noah Langer ook over gedacht hebben. Eerst heel lang warm lopen, daarna invallen. En dan uiteindelijk nog wat kansen vakkundig missen. Noah Lang op Scherpen af voor de definitieve doodsteek. Nee, laat de kans weer liggen.